Een groot verschil vandaag tussen de ochtend en de middag. Vanochtend zag het plaatje er zo uit. Grijs, druilerig, paraplu nodig tijdens de wandeling. Terwijl in de middag, toen trok de regen weg naar het oosten en kwam er op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. En in Zeeland, hier in Vlissingen, waren ze er natuurlijk als eerste bij. Voor morgen is dat patroon eigenlijk een beetje een herhaling van zetten. Vanavond zien we de laatste regen het land verlaten. Is het tijdelijk wat droger, met ook opklaringen. Maar in de loop van de nacht gaat vanuit het westen de bewolking alweer toenemen. En zien we een nieuwe regenzone onze kant op komen. Trekt morgen van west naar oost over het land. En aan het einde van de dag zien we opnieuw in het westen ruimte voor opklaringen. Is van korte duur, want donderdag overdag komt er vanuit het zuidwesten een gebied met buien onze kant op. Dus ook dan is het nog wisselvalligheid die de scepter zwaait. Vanavond dus tijdelijk wat droger. Met uitzondering van een laatste lokale bui. Er komen opklaringen voor. En het is vrij mild voor de tijd van het jaar met zo'n 9 of 10 graden. Die opklaringen gaan vannacht weer terrein verliezen. Want vanuit het westen neemt de bewolking toe op nadering van die regenzone. Zorgt ervoor dat het niet heel veel verder gaat afkoelen dan 8 graden. Morgenochtend bereikt die regenzone het westen van het land. En in de middag heeft vooral het oosten dan nog met veel bewolking en regen te maken. Daar zo'n 12 of 13 graden. En in het westen trekt de regen dan als eerste weg. En komt er ruimte voor een zonnetje. Maar let wel even op de wind. Een 6 boven, een krachtige wind vanuit het zuidwesten boven land. Is die matig tot vrij krachtig. Zorgt er wel voor dat de gevoelstemperatuur een klein stukje lager zal uitvallen. Als we dan nog even de meerdaagse erbij pakken. Blik op de komende dagen valt op dat er eigenlijk elke dag wel kans is op een periode met regen. En die wordt dan weer opgevolgd door zonneschijn. Zuidwestenwind, milde lucht. Dus de temperatuur ligt in de middag eigenlijk altijd wel boven de 10 graden. En we zien pas vanaf zondag de wind een beetje naar het noordwesten kantelen. En dan wordt er een paar graden van die temperatuur afgesnoept. Maar tot die tijd zacht en wisselvallig. Met dagelijks wat neerslag, maar ook ruimte voor de zon. Thank you.